Hartelijk welkom allemaal bij het webinar Gala Spuk Dankjewel. en sociaal-economische gezondheidsverschillen. Nog meteen weer even een herhaling van de praktische op de huishoudelijke mededelingen, dat iedereen zoveel mogelijk zijn geluid uitzet. Bij voorbaat dank. Ikzelf ben Anneke Hiemstra. Ik ben strategisch adviseur in het programma Gezond In van Faros. En de meeste mensen aanwezigen kennen denk ik Faros wel, maar ik zal nog even kort toelichten waar wij als organisatie voor staan, wat we doen. Faros is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. En wij proberen zoveel mogelijk die opgave samen met professionals en gemeenten voor elkaar te krijgen. Wij doen dat onder andere door toegankelijker maken en houden van de gezondheidszorg en de kwaliteit ook. Maar wij doen het ook door veel professionals te trainen op laaggeletterdheid, laaggezondheidsvaardigheden. We hebben programma's vanuit jeugd, vanuit de ouderen. En ook een programma die zich meer richt op de ondersteuning van gemeenten. En dat is het programma Gezond In. En ook het programma Kansrijke Start. Nou, in dit webinar, dit doe ik samen met mijn team vanuit het programma Gezond In. En ik heb ook heel veel dank aan twee gemeenten die hier ook aanwezig zijn, die vandaag ook hun ervaringen gaan delen, hoe zij sociaal-economische gezondheidsverschillen verwerken in hun Gala-SPUC-plannen. Dus welkom ook aan de gemeente Amersfoort en Almelo. En fijn dat er ook organisaties aanwezig zijn, zoals de VNG, het RIVM, JOC en Trimbos, collega's van Kansrijke Start. Want dat zijn natuurlijk allemaal thema's die ook onderdeel van de SPUC zijn. En allemaal organisaties die daar ook druk met de SPUC en Gala bezig zijn. Nou, wij zijn vandaag heel tevreden als we jullie vandaag mee kunnen geven hoe je dat kan doen. Een aantal handvatten mee kan geven. Hoe je sociaal-economische gezondheidsverschillen kunt verwerken in je Gala en SPUC-plannen. Als programma Gezond In hebben wij al 9 jaar ervaring om gemeenten te ondersteunen om gezondheidsverschillen te verkleinen. Wij hebben dat mogen doen voor 155 gemeenten die daarvoor middelen voor het Rijk ontvingen. Gidsmiddelen heten die. Maar sinds de komst van het Gala SPUC is dit een opgave natuurlijk voor alle gemeenten. En krijgen alle gemeenten hier middelen voor. En ik hoop dat we dus handvatten mee kunnen geven hierop. En ik wilde eigenlijk ook als eerste starten met een aantal vragen. Of een vraag voor jullie in de chat. En de belangrijkste vraag, welke vragen of verwachtingen hebben jullie vandaag? Dus ik zou jullie kort willen vragen om daarvoor een antwoord of in de chat te formuleren. Welke vragen heb je? Welke verwachtingen heb je van vandaag? Waar hoop je op? Om dat kort onderling te delen in de chat. Ik hoop dat het mogelijk is voor jullie om antwoorden op deze vragen. Wat hoop je vandaag en welke vragen heb je vandaag om een aantal dingen te delen in de chat? Ik hoop dat jullie mij horen, want iemand zegt ik hoor de spreker niet meer. Kan dat kloppen? Gelukkig, volgens mij horen de meeste mensen mij nog wel, want ik zie al wat informatie komen, goede tips over de aanpak van gezondheidsverschillen, algemene kennis en informatie, goede voorbeelden. Gaat heel snel, duidelijkheid, beter beeld en inspiratie op de inhoud en proces. En tips om het zo effectief mogelijk mee te nemen, opgave van gezondheidsverschillen. Hoe dingen samenhangen met elkaar. Ja. Nou, super mooie verwachtingen, of super relevante verwachtingen in ieder geval. En ik hoop dat we jullie ook vandaag door middel van een presentatie en door middel van het vraaggesprek daarmee verder op weg kunnen helpen. En ik wil nog wel duidelijk aangeven van, we zitten allemaal in een proces. We zijn samen met gemeenten, met de regio's, met GGD en andere organisaties aan het zoeken. Ja, hoe dit het beste tot z'n recht kan komen. En iedere gemeente is weer anders, iedere regio is weer anders. Dus het zal bij iedere gemeente en regio ook weer net een ander accent krijgen, een andere plek. Dus we hopen samen met jullie verderop in het proces ook nog te leren.
Nou, ik, voordat ik het programma met jullie doorneem, wil ik ook een aantal nog verdere huishoudelijke mededelingen doen. We maken opnames van deze webinar, omdat er heel veel mensen wel heel geïnteresseerd waren, maar helaas niet konden komen. Dus die delen we naar de hand. Jullie zijn al jullie vragen en jullie opmerkingen in de chat aan het delen. Dus dat mag ook zoveel mogelijk tijdens de presentatie. Als je vragen of ideeën hebt of tijdens het vraaggesprek, dan mag je die in de chat delen. Wij zullen dat dan zorgen dat dat aan de orde komt als het indien het relevant is. En mocht je tijdens na afloop, tijdens het vragenronde het woord willen nemen, dan willen we je vragen om zelf even je geluid aan te zetten en het woord te nemen. En je kunt daarvoor je hand opsteken en dan kun je zelf even het woord nemen. Of we geven iemand het woord. Nou, dat waren de huishoudelijke mededelingen. Dan wil ik nu graag even heel kort stilstaan bij het programma. Allereerst gaat mijn collega Irene Lotman een presentatie geven over wat onze kijk is hoe gezondheidsverschillen in de Gala SPUC-plannen te verwerken. En zij gaat ook nog even kort in op wat de oorzaken zijn van het ontstaan van gezondheidsverschillen. Daarna is er ruimte voor vragen vanuit jullie. Het volgende onderdeel is een vraaggesprek met de gemeente Amersfoort en Almelo. En ja, het zou mooi zijn als we ook vanuit jullie aanvullingen kunnen krijgen en vragen uit het publiek. En dan, dan sluiten we dit webinar over anderhalf uur ongeveer af. Dus dan wil ik Irene Lotman nu het woord geven. Dankjewel, Anneke. We gaan over naar mijn presentatie. En mijn collega zal die nu gaan delen. Ja. Dank je. Volgende dia. Dit heeft Anneke. Ja, dankjewel. Het grote doel van het Gezond en Actief Leven Akkoord is het verbeteren van de gezondheid en het vergroten van de slagkracht van gemeenten om tot een effectieve preventieaanpak te komen. En met het gala willen gemeenten, GGD, zorgverzekeraars en VWS een aantal doelen bereiken. De meeste doelen zijn denk ik voor jullie bekend. Die komen ook uit de landelijke nota gezondheidsbeleid. En wat is toegevoegd is het versterken van de sociale basis. En aan dat gala hangt een specifieke uitkering, de SPUC, waarvoor iedereen dus een aanvraag kan doen. Volgende dia. Ja, heeft gedaan. En heeft gedaan en voor de komende tijd voor 30 september een integraal plan van aanpakken dient aan te leveren. Over wie en wat hebben we het nu als we het hebben over het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen? We laten een heel kort fragment zien. Er was eens een prachtig land. Een land waar mensen als Ron en Hamo, Angela en Jeannette en ook Grada en Annelies lang en gelukkig leven. Gemiddeld dan. Want dit land is niet voor iedereen een sprookje. Nederland kent grote gezondheidsverschillen. Daarom krijgt Hamo mogelijk al 15 jaar eerder last van gezondheidsproblemen dan Ron. En heeft Angela niet dezelfde kans als Jeannette op een lang en gelukkig leven? Want leef je in armoede en heb je een lage opleiding, dan ga je gemiddeld 6 jaar eerder dood dan mensen met een hoge opleiding en een hoog inkomen. Je bepaalt zelf niet waar en in welke omstandigheden je geboren wordt. Maar de start van je leven en waar en hoe je opgroeit bepalen wel je kansen op een goede gezondheid. Gezondheidsverschillen zijn niet logisch. Want Hamo en Ron zijn even ambitieus. Grada en Annelies evenveel BFF. En Angela en Jeannette zijn even betrokken. Maar zijn ze dat ook even lang? In een land als Nederland kunnen we deze gezondheidsverschillen niet laten bestaan. Samen kunnen we werken aan gelijke gezondheidskansen.
zodat we allemaal nog even lang en gelukkig leven. Precies, dat is onze missie. We hebben nu een korte indruk gekregen en we gaan nu weer door met de presentatie. Ja, vandaag wil ik het volgende met jullie doornemen. Wat zegt het GANA precies over het verkleinen van gezondheidsverschillen? Hoe kan je hiermee in jouw plan van aanpak omgaan? Wat zijn sociaal-economische gezondheidsverschillen? Wat zijn de oorzaken en de onderliggende mechanismen? Wat zijn succesfactoren voor de aanpak? En wat kan je als gemeente doen? En tot slot, wat betekent dit nu concreet voor jouw plan van aanpak? Volgende dia. Nou, wat zegt het GANA over gezondheidsverschillen? Het staat zowel als centrale doelstelling als apart doel benoemd. In het akkoord staat letterlijk: het verminderen van gezondheidsachterstanden is weliswaar als apart doel benoemd, maar snijdt dwars door de overige doelen heen. Gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid zijn niet alleen oneerlijk, ze zijn ook van invloed op de gehele maatschappij. Ze raken de mensen zelf en onze Nederlandse maatschappij, onze welvaart, onze arbeidsmarkt, de economie en de zorgkosten. Dus ongezondheid is niet alleen een uitkomst van ongezond gedrag, maar vooral ook een van de complexe ongelijkheid in de samenleving. Niet iedereen beschikt over de kennis en vaardigheden en mogelijkheden om gezond te leven. Daarom vraagt het om een ongelijk investeren voor meer gelijke kansen op dezelfde gezondheidsuitkomsten. Health equity in all policies. Tevens staat het als apart doel genoemd. Van gemeenten wordt gevraagd om een lokale aanpak te ontwikkelen op het gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij kwetsbare groepen. En bij het tweede bullet om te differentiëren in de interventies. Volgende dia. Nou, hoe kan je hiermee omgaan in jouw SPIC-plan? Zoals we ook al in de uitnodiging lieten zien, zien wij drie lijnen. Je kan het als een rode draad dat dwars door alle thema's loopt aanvliegen. Dus dat je vanuit een overkoepelende visie en het als een centrale opgave opneemt. En dat betekent dat je in alle thema's, of bij voorkeur, als dat niet mogelijk is, in zoveel mogelijk thema's, rekening houdt met de mensen in een kwetsbare sociaal-economische positie. Dat je gaat werken aan inclusieve interventies. En als derde mogelijkheid is dat je het als een losse actielijn benadert. En dat je, dat je bijvoorbeeld een wijkaanpak start. Of dat je je richt op een bepaalde groep inwoners met gezondheidsachterstand. Volgende dia. Wat zijn sociaal-economische gezondheidsverschillen? Nou, van jullie veelal al bekend, neem het toch nog even door. Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn systematische verschillen in gezondheid en levensverwachting, afhankelijk van iemands sociaal-economische status. Die sociaal-economische status wordt bepaald op basis van opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt. Mensen die leven in armoede, die een laag opleidingsniveau hebben of een migratieachtergrond hebben, leven gemiddeld 15 jaar minder in minder goede gezondheid en gaan eerder dood dan anderen. Ze worden eerder en langduriger ziek. Denk erbij aan chronische ziekte als diabetes, hart- en vaatziekte, COPD of depressie. En rechts zie je dat een laag inkomen nog meer dan een lage opleiding van invloed is op de levensverwachting. Mensen met een laag inkomen leven gemiddeld 7 jaar korter. Dus het fundamentele zit in de sociaal-economische status. Mensen met een hogere sociaal-economische status, die hebben toegang tot meer middelen. Meer geld, kennis, macht en nuttige sociale connecties. Dus via die mechanismen zien we dus verschillen in gezondheid ontstaan. Volgende dia. Wat zijn nou de oorzaken van de gezondheidsverschillen? Die zijn veelzijdig en complex. En om wat structuur te bieden, laat ik nu een plaatje zien van onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die 5 domeinen heeft geïdentificeerd die gezondheidsverschillen kunnen verklaren. En dit gaat over de reden die mensen zelf aangeven waarom ze zich ongezonder voelen.
Dus dit model laat goed zien dat bestaanszekerheid met die 35% en leefomstandigheden volgens mensen zelf van grote invloed zijn op hun ervaren gezondheid. En hierbij wil ik ook nog even het essay van de VNG noemen, dat onlangs is uitgebracht over bestaanszekerheid, de belofte van bestaanszekerheid. Misschien hebben jullie het al gezien. En hierin wordt gepleit voor een brede definitie van bestaanszekerheid. Daaronder wordt verstaan inkomenszekerheid, werkzekerheid, het bieden van de menselijke maat en het zorgen dat iedereen een plek heeft om te wonen en toegang heeft tot zorg. Dus hier ligt ook een belangrijke lijn om binnen de gemeente hier met elkaar over in gesprek te gaan. Wordt dit gedeeld binnen de gemeente? De overige domeinen gaan over het sociale netwerk, de kennis en vaardigheden, over goede, betaalbare en begrijpelijke zorg en over de werksituatie. Nou, uit dit onderzoek blijkt dus dat als er iets niet goed zit in een van die vijf domeinen, dat dit meer risico geeft op een slechtere gezondheid. Volgende dia. Nou, iedereen kan te maken krijgen met deze domeinen, ook als je een goede opleiding hebt. Maar als je een slechte start- of uitgangspositie hebt, dan is de kans groter dat je te maken krijgt met een combinatie van omstandigheden die zorgen voor een opeenstapeling van problemen op de WHO-domeinen. En dat kan weer zorgen voor langdurige stress. Volgende dia. Nou, dit plaatje gaat over de oorzaken van stress. Wat geeft mensen stress? Nou, links gaat over de problemen die ik net al liet zien op de verschillende domeinen. Geldzorgen, discriminatie, een slecht geïsoleerd huis of vochtige woning, herrie van de buren, dat kan allemaal stress geven. Rechts gaat meer over de vaardighedenkant, die ook zorgen voor chronische stress. En dan gaat het bijvoorbeeld om beperkte geletterdheid of gezondheidsvaardigheden die het moeilijk maken om brieven te begrijpen, de weg in de zorg of in gemeenteland te vinden, het advies van de huisarts te kunnen volgen. Dat geeft allemaal bij elkaar een heleboel stress en soms is er dan ook sprake van een wisselwerking. Door de stress word je vergeetachtiger, ongeduldiger en ontstaat er sneller ruzie. Tot slot, rechts onderin geven levensgebeurtenissen zoals verlies van een dierbare en echtscheiding, verhuizing of migratie ook stress. En als je nu met meerdere stressoren te maken hebt, dan ontwikkel je chronische stress en dat mag duidelijk zijn, slecht voor de gezondheid, zowel voor de lichamelijke als de psychische. Volgende dia. Nou, hoe is nu de situatie voor mensen met een lage sociaal-economische status? We weten dat veel mensen, dus 29% heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. 18% is laag geletterd. En meestal zijn de mensen die beperkte gezondheidsvaardigheden hebben, en dat houdt in het niet kunnen moeite hebben met begrijpen, vinden en toepassen van informatie over gezondheid. Meestal is deze groep ook beperkt participatievaardig. En dat zorgt ervoor dat voor veel mensen de gezondheidszorg of te ingewikkeld is. Volgende dia. Even wat. Ja, dankjewel. Nou, wat zijn de gevolgen hiervan? Als je beperkte gezondheidsvaardigheden hebt, dat je dus medicijnen niet op de juiste manier kan innemen. Wat natuurlijk voor hele gevaarlijke situaties kan geven. Dat je uitleg of adviezen niet begrijpt van de arts. Niet weet hoe je precies hulp of zorg kan aanvragen als je dat nodig hebt. En moeite hebt met het lezen van alle informatie die je krijgt. Volgende dia. Nou, duidelijk is dus dat veel factoren van invloed zijn op het ontstaan van gezondheidsverschillen. Daarom is het nodig om op al die factoren te betrekken bij de aanpak van gezondheidsverschillen.
Wij noemen dat ook wel een domeinoverstijgende aanpak. Ja, voor jullie ongetwijfeld bekend. En in het gala wordt bij de opgave verkleinen van gezondheidsverschillen van gemeenten gevraagd om te komen tot een brede domeinoverstijgende aanpak op de domeinen genoemd in het linkerplaatje. Op participatie, preventie en zorg, gedrag en vaardigheden, fysieke en sociale omgeving. Dus het is belangrijk om met collega's van andere domeinen afspraken te maken over beleidsmaatregelen die bijdragen aan het bereiken van zowel gezondheidsdoelen als ook de doelen van die betreffende domeinen. Zoals bijvoorbeeld een gezond schoolontbijt wat leidt tot betere schoolprestaties en een betere gezondheid. Of met werk en inkomen over stresssensitief werken of een beweegtraject om de reïntegratie te bevorderen. Of denk aan de aanleg van een moestuin ter vergroening en ter ontmoeting. Je ziet de drie personen in het midden staan van de domeinen. Nou, op lokaal en buurtniveau, dan komt het allemaal samen. Dan moet je dus de problemen, als je achter de voordeur komt en er sprake van meerdere problemen, die moet je dan ook in samenhang kunnen aanpakken, kunnen faciliteren. En dat vraagt enerzijds om samenwerking dus tussen de professionals. Denk aan bijvoorbeeld tussen de eerste lijnzorg, het wijkteam, met sport- en welzijnsaanbieders, met schuldhulpverlening. Maar het vraagt ook natuurlijk om maatregelen op collectief niveau. Dus op die beleidsdomeinen, zoals het verbeteren van de leefbaarheid en de toegang tot de preventie en zorg. En goede voorbeelden van zo'n brede aanpak die laten zien dat het kan leiden tot minder onnodige zorg, minder en betere tevredenheid bij zowel de mensen zelf als bij de zorgverleners en lagere zorgkosten. Volgende dia. Nou, we hebben op basis van wetenschappelijke kennis een aantal leidende principes geformuleerd, waarvan we weten dat deze bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. En in het komende deel van mijn presentatie wil ik jullie meenemen hoe je deze in je plan kan opnemen. Wij zeggen, kies in ieder geval, 9 is een beetje veel om nu toe te lichten, kies in ieder geval voor de 3 onderstreepte principes. Die ga ik nu verder met jullie doornemen. Over de domeinoverstijgende aanpak, daar heb ik het net over gehad. Ik ga nu in op het tweede principe. Het principe differentiëren waar nodig. Volgende dia. Differentiëren, dat betekent ongelijk investeren. Dus iedereen heeft verschillende dingen nodig om tot dezelfde gezondheidsuitkomsten te komen. En dat maakt dus dat je in beleid verschil moet maken. Het is dan goed om na te denken, voor wie wil ik dan verschil maken en hoe ga ik dat dan doen? Nou, wij zeggen, haal de belemmeringen die mensen ervaren zoveel mogelijk weg. Zet in op inclusieve zorg en ondersteuning. Nou, we hebben daar een tool voor hoe je dat stapsgewijs kan doen. En eigenlijk zeggen wij, wij vinden dat iedere organisatie die meedoet aan Gala Spuk gezondheidsvaardige organisaties zouden moeten zijn. En waarom? Omdat je dan de belemmeringen voor toegang wegneemt. Volgende dia. Wat zijn nou die belemmeringen voor toegang? In opdracht van zorgverzekeraar VGZ heeft VAROS onderzocht welke belemmeringen mensen ervaren op het gebied van toegang tot zorg, gezond leven en verzekeren. En we kwamen op basis van de interviews tot deze 5 type belemmeringen. De betaalbaarheid van de toegang, dus dan gaat het bijvoorbeeld om de eigen bijdrage, dat een drempel vormt om gebruik te maken van zorg of medicatie, of minder mogelijkheden om gezond te leven door beperkte financiën. Het gaat om de beschikbaarheid, dus dat de afstand vormt een drempel, of de digitale drempel is te groot, of de informatievorm sluit niet goed aan. Het gaat om de begrijpelijkheid, dus dan is de informatie ook te ingewikkeld of het pad om er te komen is, vindt men lastig of onduidelijk. Het gaat om de passendheid, dus dat er mensen geven aan gemis aan persoonlijk contact. Willen niet alles via een website of via een chatfunctie moeten kunnen communiceren. Het gaat over gebrek aan vertrouwen. En als laatste de invloed van de systeemwereld.
En hierbij gaat het om de situatie waarbij mensen door procedures, wetten en regelgeving in het systeem in de knel komen. En ze geven hierbij twee soorten belemmeringen aan. Te hoge verwachtingen over de zelfredzaamheid en ook de rechtlijnigheid van de instanties. Volgende dia. Nou, hierin staan nog enkele voorbeelden beschreven over hoe je de toegang kan verbeteren. Ik ga deze nu niet doorlopen, maar die kan je achteraf nog eens een keer nalezen. En natuurlijk ook in ons rapport. Volgende dia. Ja, wij zeggen dus, eigenlijk is het belangrijk dat in gemeenten of over... Dat alle organisaties gezondheidsvaardige organisaties zijn. Die ingericht zijn ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Die daar dus rekening mee houdt. Volgende dia. Nou, wat is een gezondheidsvaardige organisatie? Wij onderscheiden 10 kenmerken. En helemaal op 12, zeg maar, 12 uur zie je het... Zie je bewustwording staan? Nou, daar begint het natuurlijk mee. Om je te beseffen dat ongeveer 1/3 tot 1/4 van de mensen beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. En dus moeite heeft om gebruik te maken van jouw dienstverlening. En dat je daar dan ook vervolgens afspraken over maakt hoe je dat in je beleid gaat vormgeven. En hoe dat dan tot uitdrukking komt in het bieden van begrijpelijke informatie en digitale toegang. De weg in een gebouw makkelijk weten te vinden, enzovoort, enzovoort. Hier kunnen we natuurlijk nog veel meer over vertellen, maar dit geeft alvast een beeld waaraan je kan denken bij een gezondheidsvaardige organisatie. Volgende dia. Nou, een essentieel principe, ik zag hem ook al in de chat voorbij komen, om gezondheidsverschillen te verkleinen, is natuurlijk het samenwerken met de mensen om wie het gaat. En dan gaat het niet alleen om het vinden en contact leggen van mensen, zoals hier beschreven staat, hoe je dat kan doen via sleutelfiguren, zoals actieve inwoners in de wijk of vrijwilligers. Maar minstens zo belangrijk is om mensen te betrekken, om hun perspectief mee te nemen. Wat vinden zij nou dat er nodig is om hun gezondheid te verbeteren, zodat zij gezond kunnen leven. Wat vinden zij dat nodig is om de stress te verlagen? En, hier gaan wij ook een webinar over geven op 20 april. Hoe je, want van gemeente wordt ook gevraagd om in een plan aan te geven hoe ze inwoners betrekken bij hun plannen. Nou, daar kunnen we nog veel meer over vertellen hoe je dat kan doen. Daar heeft Varels veel ervaring mee. En, daar komen we dus op een later moment nog op terug. Maar hier stippen we hem alvast aan. Volgende dia. Nou, wat betekent dit verhaal nou voor het SPUR-plan? Wij zeggen, we bevelen aan om eigenlijk deze vraag centraal te stellen bij het opstellen van je SPUR-plan. Hebben we voldoende aandacht voor de impact van onze plannen en ideeën om de gezondheid van mensen in een kwetsbare positie en hoe kunnen we hier voldoende rekening mee houden? En de volgende, even aanklikken, gelijk maar alle drie. Ja, dankjewel. En je kan hierbij de volgende subvragen stellen. Hebben we de mensen in een kwetsbare sociaal-economische positie in beeld? Wat zijn de belangrijkste gezondheidsproblemen in onze gemeente? In welke wijken of kernen komen die voor? Of misschien is er wel geen specifieke wijk of kern. Nemen we hun perspectieven en ervaringen voldoende mee? Dus werken we inclusief genoeg? Wie doet mee, ook bij de ontwikkeling van de plannen? Wie praat mee, wie niet? En hoe gaan we als gemeente onze partners daarop sturen? Dus hoe zorgen we ervoor dat zij de toegang tot zorg en ondersteuning voor iedereen bieden? Volgende dia. Nou, wat adviezen voor de ontwikkeling van je plan van aanpak. Als je ervoor kiest, zoals wij aanbevelen, om het als een rode draad dat dwars door alle thema's loopt, om het op die manier te benaderen, dan is het dus belangrijk om vooraf
een aantal leidende principes te formuleren. En denk hierbij aan, we benaderen gezondheid breed. Dus dat je alle vijfde domeinen meeneemt. We investeren ongelijk om gelijke kansen op gezondheid te bevorderen. Dus dat je werkt aan differentiatie in je aanpak. In je een specifieke toegespitste aanpak realiseert. Om de toegang tot zorg en ondersteuning voor iedereen te realiseren. En betrek altijd de inwoners om wie het gaat. Ga met hen in gesprek. En dat betekent de volgende bullet. Dat je dus binnen je SPUC-thema's werkt aan inclusieve interventies. Dus zorg ervoor dat de aanbieders van die interventies gezondheidsvaardige en toegankelijke partners zijn. De volgende dia. En als derde mogelijkheid gaven wij ook aan om het als losse actielijn binnen je plan op te nemen. En dan kan je denken bijvoorbeeld dat je keuze maakt om je te richten op een specifieke wijk of op een specifieke groep inwoners. En dan raden wij aan om dan te kiezen voor een procesgerichte aanpak. En waarbij je met elkaar, andere collega's, met professionals, inwoners, doelen stelt. Of prioriteiten stelt, doelen stelt en die vervolgens uitwerkt en maatregelen en interventies. Tot zover mijn verhaal. Dankjewel Irene. Ik kan me best wel voorstellen dat er wel een aantal vragen zijn. Dus, die mogen gedeeld worden in de chat, maar als iemand zijn vraag ook mondeling wil stellen, dan mag hij ook even zijn hand opsteken. Dan kunnen we gelijk met elkaar in gesprek. Ik zag in de chat, alvast even als, om vooruit te lopen op de vraag. Ik zag in de chat dat er heel veel zaken waren. Dat ging over een integrale aanpak. Hè? Een domeinoverstijgend plan werd er gedaan van hoe doen we dat? Integrale blik en een integrale aanpak. Ik kan me voorstellen dat misschien vanuit hen ook wel vragen of opmerkingen zijn van hey, maar en ideeën leven in de gemeente van hoe zijn wij dat van plan om te doen? Of hoe... vinden we dat antwoord op? Wil daar iemand iets over zeggen? Tineke? Ja, niet daarover. Ik had toch nog iets anders eigenlijk. Hè? Over die drie verschillende manieren om gezondheidsverschillen mee te nemen in het plan van aanpak. Ik kreeg een beetje de indruk dat het of was, zoals jullie dat zeiden. Maar ik kan me eigenlijk meer voorstellen en. Ja, heel goed dat je dit aanstipt, Tineke. Irene, wil jij je antwoord geven? Ja, nou ja, het is natuurlijk, als je het als rode draad zeg maar opneemt, dan is het inderdaad en. Dan ja. Volgen die vervolgstappen daar automatisch uit. Ja. Goed. Ja. Ja, en als ik ook een beetje zie hoe nou dat hele proces gaat. Het gaat binnen gemeenten zo. Ja, het is allemaal een beetje in een snelkooppan, hè. Dus dan denk ik sowieso die rode draad. En dan als je dan ziet wat voor kansen er uiteindelijk, of wat er uiteindelijk, welke kans het op gaat, dat je dan op die andere twee nog, dat er uiteindelijk ook uit gaat rollen, zeg maar. Ja. We zien in gemeenten nu in ieder geval dat ze heel hard aan de slag zijn. En misschien kunnen de gemeenten dat zelf kwamen die hier aanwezig zijn. Om in ieder geval een hoofdlijnenplan te maken. Ja. En dat je in ieder geval de uitgangspunten en de visie, zoals Irene hem ook stelt. Hè, hebben in ieder geval in de visie, neem het als doel mee. Neem een aantal uitgangspunten of principes mee. En ook als je verder gaat in die uitvoering, met ook per thema. Dat je dan die principes en die uitgangspunten daarin ook elke keer toetst. En de vragen die Irene zei over de toegang, die kun je ook bij ieder thema meenemen. Bij ieder aanpak kun je dat meenemen. Van voor welke groep? Moeten we per groep ook een specificering maken om het passender te maken, om het begrijpelijker te maken, om het toegankelijker te maken? Dat kun je op je aanpak doen, dat kun je ook vanuit je organisatie doen in algemene zin. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om daar... moet je dat maar zeggen. Hè? Eigenlijk hebben wij dat de afgelopen jaren altijd gezegd. Hè? Dat er aandacht moet zijn juist voor de,
hè, voor die zwakkere groep. Maar ja, dat is gewoon best moeilijk. Dus ik denk dat het nu, ja, hoe moet je dat nou zeggen, dat dat toch meer of op een andere manier overal landt. Dus dat misschien de kans om nou echt eens een keer mee aan de slag te gaan. Nou ja, dat dat op zijn minst een beetje gaat lukken, zeg maar. Ja. Maar dat het wel belangrijk is dat je er iedere keer weer met ook al die nieuwe mensen waar je iedere keer weer mee te maken hebt. Hè? Want dat is waar, ja, dat is gewoon in de praktijk is dat zo. En je hebt het met een ambtenaar of een professional. Ja, heb je het samen uitgedacht en dan ben je een half jaar verder en dan zit er weer een ander iemand. Dus je zult het moeten blijven uitleggen, ja. Eigenlijk. Ja, ja, precies. Ja, ja, dat klopt. Dat is elke keer weer, maar ja, dat is ook qua proces en proces een belangrijk punt. Irene, Tineke, mag ik doorgaan naar de volgende vraag? Jazeker. Er is een vraag vanuit, jij benoemde ook de systeemwereld, werkt daarbij te belemmerend ervaren, vanuit dat onderzoek, hè, vanuit verzekerden. Tot hoge verwachtingen op zelfredzaamheid en de rechtlijnigheid van de organisaties. Wat betekent dat laatste? Ik heb al een antwoord gegeven in de chat, maar oké, ik wil ook even aan jou vragen. Ja, dat, ook daarbij, eigenlijk gaat het ook over de menselijke maat. Dus het is zo belangrijk om goed te luisteren en soms ook als professional of als omdat er vaak meer speelt. Maar soms is het voor mensen ook lastig om aan te geven of goed uit te leggen wat hun probleem is. Dus aan beide kanten speelt het. Hey, en dan wordt ook nog een vraag gesteld. Hoe kunnen gemeenten onderling van elkaar leren? Niet overal weer het wiel uitvinden. Is dat een... Ja, dat is een vraag voor ons. Ja, er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden. Maar Anneke, misschien wil jij wat vertellen over de intervisiebijeenkomsten ook die wij gaan organiseren? Ja, er zijn inderdaad tal van mogelijkheden vanuit allerlei verschillende organisaties die ook dat leren stimuleren. Hè. Vanuit de regio's wordt dat georganiseerd. Vanuit verschillende kennisorganisaties kan dat op thema ook worden georganiseerd. Maar wat wij in ieder geval vanuit het perspectief van gezondheidsverschillen ook van plan zijn om dat samen leren heel erg op te gaan pakken. We hebben in mei willen we een aantal intervisiesessies organiseren voor projectleiders, trekkers van de Scala SPUC-plannen in ieder geval in eerste instantie. En dan ook om dat met elkaar uit te diepen, zodat je niet als gemeente elke keer of als regio het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. En daarnaast willen we ook veel goede voorbeelden onderling delen. En we willen dat ook meenemen in ons, eigenlijk als adviseurs, in ons advieswerk richting zoveel mogelijk gemeenten. Ja. Ik zag dat Tineke haar hand ook nog even opstak. Misschien heb je nog een waardevolle aanvulling? Of is dat inmiddels... Dat was naar aanleiding van die menselijke maat, zeg maar. Dat het ook zo kan zijn dat professionals wel willen, bijvoorbeeld, maar niet mogen. Als het dan gaat om dat je misschien als professional wel voelt van, ja, er zit meer achter. Maar ik mag alleen maar ingaan op de vraag. Hoeveel energie ga je dan steken in het ophalen van die vraag? En precies dat gesprek is heel relevant om vanuit, hè, er werd ook gevraagd van, ja, we willen inspiratie over een integrale aanpak, een domeinoverstijgend integrale blik. Maar ook daar hoort ook ruimte hebben en nemen om vanuit een integrale blik te kijken, wat is hier nodig? En heb je die ruimte? Krijg je die ruimte? Neem je die ruimte? En hoe stem je daarin met andere specialisten af die op een ander terrein, wellicht op een ander leefgebied, jou kunnen helpen als professional, als je iets signaleert, et cetera. Dus ja, dat is integraliteit. Ja, dan is dat echt een hele visiediscussie eigenlijk, hè? Binnen, binnen wijkteams bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja. En die vragen horen wij echt nu wel vaker. Dan kom je ook een beetje op de ethische kant. Dus als je als gemeente zegt, wij willen... iedereen gelijke kansen bieden. Wij willen ongelijkheid tegengaan. Hoe ver ga je daar dan in? En dat is inderdaad, dat kan je niet zo zwart-wit stellen. En
vaak wordt dan aangeraden, zoals Anneke net ook zei, ga erover in gesprek en zie het als een, ook als een lerend iets wat je aldoende moet gaan ontdekken wat werkt en tot hoever kunnen we gaan. Ja, ja. En er werd ook nog iets, er komt nog een vraag, van hoe zien jullie de synergie in de aanpak tussen Gala, Isa en Wozo? Dat is een grote vraag. Ja, ja. Nou, in het ISA hebben we ons ook wel. Ja, bij het ISA, dat gaat natuurlijk heel erg over de preventie, hè, om de zorg houdbaar te houden. Maar ook daarbij gaat dat dan ook weer om de principes van toegang. Dus ik denk ook. Dat onderzoek, dat hebben we ook in opdracht van een zorgverzekeraar gedaan. Dus ik denk dat je daar ook die belemmeringen of ook goed daarin weer mee kan nemen. Ja, precies. En in het ISA maken natuurlijk zorgaanbieders deze afspraken met elkaar. Ook op een aantal ketenaanpak, maar ook op brede zorg. En deze principes zijn inderdaad daarin net zo belangrijk. Ja, en... is er iemand anders die daar nog op aan wil vullen? Dan ga ik even door naar de volgende vraag. Wat zijn de financiële, tussen haakjes, consequenties van Gala voor lokale coalities kansrijke start? Ik meen me te herinneren dat hier ook een collega van Kansrijke Start is, maar wij kunnen alvast een eerste antwoord formuleren. Irene, kan ik jou het woord geven of zal ik de vraag beantwoorden? Graag. Ja, in principe zijn de coalities Kansrijke Start natuurlijk nu onderweg en ze gaan nog een tijd door. En dat is ook een thema binnen de Galaspuk natuurlijk. En voor zover ik weet... gaat dat gewoon één op één door zoals het al opgestart is. Vul me aan als het niet zo is. Financieel gezien heb ik niet de detailinformatie. Maar vooralsnog kunnen coalities de kansrijke start gewoon door zoals zij nu al bezig zijn in het kader van Gala en Spuk. Anneke van Soest, mag ik jou het woord geven om mij aan te vullen? Ja, dankjewel. Anneke, ik ben werk bij het Kansrijk Start team. Neil, ik ben even benieuwd wat jouw achterliggende vraag is of waar deze vraag precies vandaan komt. Dan kan ik misschien wat gerichter antwoorden. Ja, hallo. Ik ben Neil de Bruin van GGD Hollands Midden. Toevallig had ik deze week iemand van een gemeente aan telefoon en die gemeente die zit nog niet, die heeft geen coalitie Kansrijke Start. Ze doen daar ook verder nog niks aan, maar ze, ja. Ze hadden zoiets van, nou, misschien moeten we ons daar eens op gaan richten. En toen dacht ik van, ja, wat moet ik ze nu gaan adviseren? Kunnen zij überhaupt nog aansluiten bij, ik weet niet precies, we hebben natuurlijk een paar tranches gehad, maar loopt dat nog? Of moeten zij dit nu in hun SPUC gaan regelen? Ja, ze kunnen sowieso binnen de SPUC de gelden gaan aanvragen. En dan kunnen wij met hun ook kijken wat voor stappen zij eventueel kunnen zetten. Dus dat kan zeker. En binnen de SPUC zitten voor de kansrijke startcoalities zijn er eigenlijk drie opgaves ingezet. Hè? Het doorzetten van die lokale coalitie, dus het duurzaam maken van de samenwerking die er is, of het verder opbouwen van de samenwerking. Het inzetten op interventies, daar was net ook nog een vraag over. En regionaal aan de slag met elkaar. Dat zijn eigenlijk de opgaves voor kansrijke start. Dus die coalities zitten daar zeker in. Oké. Mocht je met ons nog willen sparren, dan laat het even weten. Zal ik doen. Dank je. Martina Hilbert, dank je wel, Hanneke. Ga ik nu even door naar een volgende opmerking. Martina, kun jij misschien deze zelf even toelichten? Je had een opmerking over dat het Gala sterk uitgaat van het model van positieve gezondheid. Op zich mooi. En het gaat ook over het gesprek vanuit zijn huisarts. Kun jij misschien toelichten wat je hiermee bedoelt? Ik zag zo net dat introductiefilmpje en daarin werd gezegd, er waren twee verschillende, duidelijke, uit verschillende groepen, beide doen even goed hun best, of beide hebben evenveel ambities, maar de een krijgt meer dan de ander, ook op gezondheidsgebied. Positieve gezondheid, ik
Ik zie de grote waarde van het model, zeker als het gaat om beïnvloeden van gedrag. En het gesprek aangaan met mensen, wat kun je daar zelf in doen? Daarbij aangeven dat je meerdere gebieden hebt waarop... jullie gaven al aan, er zijn gebieden waar de gezondheidsachterstanden veroorzaakt worden. Dus er zijn ook gebieden waarop je het kunt oplossen. Tegelijkertijd zie ik een beweging en ik ben bezig in het boek van Machteld Huber over positieve gezondheid in de huisartspraktijk, waarbij ik merk, en volgens mij, dat mensen dat Martina, zou jij je geluid weer aan willen zetten? Je bent plotseling gedempt. Excuses. Sorry. Waar hield het ongeveer op? Dat je bezig was in het boek van Machteld Huber. Ja, ja. En dat je... Ja. Ja, en daarin wordt het andere gesprek beschreven. En in dat andere gesprek gaat de huisarts in op al die gebieden die van invloed zijn op de gezondheid. En ook de vraag wordt gesteld, wat verlangt de persoon en wat kan de persoon zelf doen? Ik vraag me af of het hierdoor, en dat is echt gewoon een vraag, niet ongewild ook, de mensen die nu al moeilijker toegang hebben tot de gezondheidszorg, die moeilijker of later, veel later bij de specialist komen, hiermee ook niet gauw weer naar huis gestuurd worden. Met als het ware een wellicht zelf geformuleerde opdracht om zelf te gaan werken aan de gezondheid. En of hiermee ook niet onbedoeld het verschil wat er bestaat vergroot wordt. Ja, mooie vraag, Martina. Mijn collega Aldien Pol is ook aanwezig vanuit ons team. Zij houdt zich ook bezig met dit vraagstuk op het gebied van zorg. Aldien, zou jij misschien op kunnen reageren? Hi Anneke, goedemorgen allemaal. Ik typte al eventjes in de chat een antwoord. Ah, kijk eens aan. Maar ik hoorde eigenlijk niet precies de vraag die net gesteld werd. Want ik was bezig met mijn chat over de verbinding tussen Gala en Isa. Martina vraagt eigenlijk van, positieve gezondheid is een krachtig model. Dat gaat uit van wat mensen zelf nog kunnen. En dat is ook, wordt door de huisarts gebruikt om het gesprek goed te kunnen voeren. Maar Martine vraagt zich af van ja, als de groep waar we het hier over hebben al moeite heeft, als toegang al een groot probleem is. En ook vanuit dat gesprek, worden zij niet sneller naar huis gestuurd door de huisarts? Kijkend vanuit het model van positieve gezondheid. Ik weet niet of ik het goed samenvat, Martine. Ik denk dat huisartsen echt bezig zijn om mensen naar de juiste plek door te sturen. Wat we op dit moment zien is veel focus op personen, coördinatoren, die op basis, als vervolg op het gesprek met de huisarts, iemand aan de hand mee kunnen nemen en naar de juiste plek kunnen begeleiden. Dus je ziet dat de huisarts voert het gesprek, constateert problemen op andere terreinen en wil dan doorverwijzen naar een coördinator of hulpverlener op zo'n ander terrein. Dat is eigenlijk wat nu vormgegeven wordt. Dat wordt ook vormgegeven met welzijn op recept. Of met de juiste doorverwijzing naar bijvoorbeeld werk en inkomen. En dat inrichten van dat verwijsproces, dat is de komende tijd heeft heel veel aandacht. Ook in afspraken tussen verzekeraars en gemeenten. En wat wij altijd zeggen, dat is super belangrijk, maar zorg ervoor eigenlijk als gemeente dat met alle partijen met wie jij in je gemeente afspraken maakt, met iedereen, stel altijd aan hen de vraag, hoe toegankelijk ben je? Hoe gezondheidsvaardig ben je? Precies wat Irene heeft aangegeven, want daar zit hem vaak het dilemma. Als een huisarts het gesprek voert en hij wil doorverwijzen, maar zijn organisatie is niet gezondheidsvaardig en onvoldoende toegankelijk, dan lukt het niet. Dus het begint allemaal als gemeente in je uitvoeringsplannen de vraag te stellen, hoe gezondheidsvaardig ben je? Heb je de test gedaan? Vraag je niet toch geld?
Moet iemand niet toch digitaal inloggen? Is er niet toch nog een ander loket? Nou, die aandacht voor alle partners in de gemeente. Als dat goed gaat, dan maken we enorme stappen. Ja, en dat geldt ook niet alleen voor de zorg, maar dat geldt ook voor alle organisaties vanuit sport, welzijn, alle andere domeinen eigenlijk ook die een rol hebben in Galaspuk. Ja. En als laatste toevoeging, Anneke. Daarom is het ook zo leuk om dit thema over gezondheidsvaardigheid en toegankelijkheid met al je collega's binnen een gemeente te bespreken. Door een soort team in te richten van de fysieke omgeving, klanten, werk en inkomen, sociaal domein, gezondheid. En allemaal met elkaar te bespreken. Hey, hoe houden jullie eigenlijk rekening met de gezondheidsvaardigheid van de partners met wie je contracteert? Zullen we dat eens op eenzelfde manier gaan doen? Ja, precies. En dat zijn eigenlijk thema's die in alle Galaspuk-thema's, dat is één heel belangrijk aspect die in alle Galaspuk-thema's eigenlijk centraal zou moeten staan en waar je als gemeente ook op kan sturen. Want er werd ook een vraag gesteld van integrale aanpak, domeinoverstijgend plan, hoe verbinden we inhoudelijk die thema's aan elkaar? Dat is één ding. Maar je kunt het ook zien van als iedere organisatie dit doet, als bij iedere aanpak die vragen, die toegangsvragen centraal staan en die toetsing centraal staat, dan ben je ook al een heel eind. Zo kun je het ook zien, die integraliteit. Goed. Ik wil bij deze, ik weet niet of er verder nog relevante vragen zijn. Ik heb even niet goed in de chat gekeken. Maar als het verder geen relevante vragen meer zijn, dan wil ik het woord geven aan mijn collega Hadewieg, die het vraaggesprek gaat doen met de gemeente. Sorry dat ik je onderbreek. Ik had nog een handje. Is er nog ruimte voor een vraag misschien? Ja, nou, een laatste vraag. Dat is goed, Minke. Oké, dankjewel. Om nog even daar toch op in te gaan, want het gaat veel over wat gemeenten kunnen doen om integraal plannen te stellen. Maar ik zit eigenlijk meer aan de andere kant. Ik werk voor Stichting LifeCoals, heel kort. Dat is een organisatie die sport inzet voor mensen in een sociaal kwetsbare positie. En sommige gemeenten worden onze partners en onze programma's heel natuurlijk meegenomen in de nieuwe SPUC-plannen. Maar in andere gemeenten zijn ze nog veel meer zoekende. Dus eigenlijk is mijn vraag vanuit de andere kant, wat kan ik nou aan ons netwerk meegeven, hoe zij nou hun gemeente zo goed mogelijk kunnen helpen eigenlijk? Waar kunnen zij nou zo goed, wat is nou hun eerste go-to-stap en hoe kunnen ze nou hun gemeente zo goed mogelijk helpen? Ja, dat kent denk ik meerdere dimensies, omdat jullie de sport als middel inzetten om... ik denk dat als eerste, je kunt je netwerk misschien meegeven om zichzelf als eerste de vraag te stellen van als je die 4 keer toegangvragen stelt aan die organisaties. Heb jij het gevoel, heeft dan zo'n organisatie uit jouw netwerk voldoende het idee van, is dat zo bij ons? Hè? Zijn we toegankelijk, zijn we betaalbaar en passend, et cetera? En tweede is, kijken we ook breed naar gezondheid? Dus je kunt sport en bewegingen inzetten als middel voor heel veel dingen, maar soms zijn er ook andere dingen die ook aan de hand zijn, misschien in het gezin van een kind of bij de persoon zelf, geldzorgen, geldproblemen. En kunnen we daar ook de samenhang zoeken met andere partners of in het netwerk of in die sociale basis, waarin we ook iemand mee kunnen nemen en aan de hand kunnen nemen. En kunnen wij misschien ook een signaleringsrol spelen op dat gebied bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is ook hoe je daarnaar kunt kijken. Dus ten eerste ook die toegang. En ten tweede die integrale blik eigenlijk. Of die brede blik, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. En dat is ook wat denk ik waar de gemeente ook op wil sturen. In als je het hebt over de netwerkvormende coalities. Hè, dat vangnet in die sociale basisvoorzieningen, zeg maar. Dat je elkaar snel weet te vinden en dat je vanuit een breed perspectief kijkt naar van wat is er aan de hand bij deze persoon, wat heeft hij nodig? En dat kan sport zijn, maar dat kan juist ook heel wat anders zijn, want we weten inderdaad met die achterliggende oorzaken dat er vaak meerdere problemen nog meer van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Ja, zeker. Ja.
Oké. Ja. Kun je daar voldoende mee uit de voeten? Ja, zeker. In het benadrukken daarvan en wat wij doen en waar we wel en niet kunnen bijdragen. Ja, absoluut. Dankjewel. Dankjewel. Ik wil nu Hadewig het woord geven. Mijn collega Hadewig Cliteur, die samen met de gemeente Almelo en Amersfoort in gesprek gaat over de stappen, de inhoud, proces en procedure van de opgave van gezondheidsverschillen in hun gala-spukplannen. Ik beweeg weer. Dankjewel, Anneke. Ik ben Hadewig Cliteur, ben collega van Anneke, Aldien, Irene en alle mensen van Faros die u hier ziet. Dus laat u niet misleiden door de titel die bij mijn plaatje staat. Is gewoon een andere computer die ik even meegenomen heb. Er werd net al een vraag gesteld. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niet elke gemeente het wiel opnieuw uitvindt? En daar hebben wij eigenlijk een soort van in voorzien. Dus we hebben inderdaad de gemeente Amersfoort en de gemeente Almelo bereid gevonden om iets over hun proces te vertellen. En ik zou graag Ineke en Martina willen uitnodigen om zichzelf even voor te stellen. Wat is je functie en wat doe je binnen de gemeente? Ik zit even te kijken of ik ze kan zien. Ineke, stel je kort even voor. Je geluid staat nog op mute, Ineke. Volgens mij staat Ineke haar geluid wel aan, alleen doet hij het niet. Zou dat kunnen, Ineke? Okay. Zal ik heel even met Martina beginnen dan? Dan kan jij ondertussen even aan wat knopjes draaien, Ineke. Ja. Okay. Martina Hilbert? Hilbert, pardon. Ja. Ik zag helaas, ik heb een andere functie dan op dan zo net op de dia stond. Ik ben strategisch adviseur bij de gemeente Almelo. En mijn opdracht is positieve gezondheid of gezondheid, preventie. En komend jaar, de komende half jaar in ieder geval, de coördinator en projectleider Spuk. Oké, dankjewel. Ineke? Hebben jullie alweer je geluid? Staat nu? Is dat nu? Ja? Ik kan jou niet horen. Is het mogelijk misschien om je koptelefoon uit te doen? Of staat jouw situatie dat niet toe? Ik weet niet waar je zit. Om de praatje eruit te trekken? Nee? Zul je altijd zien, hè? Dat soort technische... Ja. Technisch gedoe. We zien wel dat je wat zegt, maar we kunnen je niet horen, Ineke. Maar misschien kan ik vast heel even beginnen bij Martina. Jullie zijn al een tijdje gidsgemeente. En hoe hebben jullie nou in de afgelopen jaren al ingezet op het verkleinen van gezondheidsverschillen? Kun je daar iets over zeggen? Ja, helaas. We zijn inderdaad gidsgemeente. Maar in de afgelopen jaren zijn de middelen toegevoegd aan de algemene middelen. En daarmee is ook in Almelo is het op enig moment meegenomen in bezuinigingen en een nieuwe begroting. En komt het niet echt terug in de begroting, maar tegelijkertijd denk ik, ja, we zijn wel in de afgelopen jaren bezig geweest met programma gestuurd werken en hebben wel een programma zorg gehad. En daarin hebben we wel volgens mij op onze manier gewerkt aan gezondheidsverschillen, maar niet vanuit een gidsplan. Wat we wel hebben gedaan is werken aan binnenwijken en kijken naar wat de wijken het hardst nodig hebben. Kijken naar de situatie in de wijken, de wijkopgave met de wijkbewoners zelf opstellen. En wat we ook gedaan hebben vanuit programma Zorg en vanuit Preventieakkoord is zoeken naar nieuwe manieren om de mensen te bereiken. En we hebben vooral in de laatste periode gemerkt dat de mensen waarom het het hardst gaat ook het moeilijkst te bereiken zijn. En daar willen we en zijn we ook bezig met pilotprojecten om dat te keren. Oké, dankjewel. Ineke, heb jij al geluid? Iemand geeft jou de tip van, joh, ga er even in en ga eruit, soms werkt dat. Oh, er worden allerlei tips gegeven in de chat.
Ik ga nog heel even, ik blijf even bij jou, Martine. Ja. En als je nu kijkt naar de Gala en Spuk, het Gala Spuk verhaal, hoe gaan jullie dat als gemeente benutten in het kader van het verkleinen van gezondheidsverschillen? Afgelopen jaar is er een nieuw programma gekomen. En ook eerst hadden we het programma Zorg. Vanaf vorig jaar hebben we het programma Sociaal en Vitaal. En een van de kerndoelen van het programma is een gezonde levensstijl bevorderen bij al onze inwoners. En het Gala Spuk komt daar helemaal, dat komt helemaal overeen, de doelen van Gala Spuk en het programma. Dus wat we gaan het vooral gebruiken als een extra katalysator om het programma goed op gang te laten komen. Oké, goed. En hebben jullie nog bepaalde opgaves waaraan je het gaat koppelen? Op dit moment in de gemeente lopen? We hebben binnen ons programma de doelgroepen mentaal kwetsbaren en kinderen. Daar komt het ook aan tegemoet. Dat zullen we ook terug laten komen. We hebben trouwens, want ik heb het over het programma Sociaal en Vitaal. We hebben ook het programma Leefbare Wijken. En daar zullen we met name de omgevingscomponenten van het Gala Spuk in terug laten komen. En wat ik gewoon als grote opgave zie, het staat niet eens zo in het programma, maar het is wel een opgave om het programma goed uit te kunnen voeren, is om de mensen te bereiken en te snappen, ja, te snappen en hoe, nou, eigenlijk wat jullie vanmorgen ook al zeiden, van ja, het bereiken van de mensen, zorgen, de medewerking organiseren en vanuit hun leefwereld werken aan hun leefstijl binnen hun eigen wensen en verlangens. Het is niet misschien de grootste opgave. Wat mij daarbij puzzelt is ook van ja, uiteindelijk kun je dan niet zulke hoge doelen stellen. Want het bereiken van de mensen is al zo mooi. En als daarbij een vorm van bewustzijn ontstaat, dan hebben we al heel veel gewonnen. Maar dus de pilots en de mensen zelf waar het om gaat bereiken, dat zie ik als grootste opgave voor het komende jaar. Oké, en je hebt het over verschillende opgaven. En waar ik dan wel benieuwd naar ben, is hoe verknoop je die opgaves? Of hoe verbind, ik moet een ander woord gebruiken, hoe verbind je die opgaves aan elkaar? Hoe ik ze verbind? Ik zie ze... Als je het zegt, leefomgeving, sociaal domein, hoe werkt dat met elkaar samen? Volgens mij, dat is ook waar ik de komende periode vooral mee bezig moet zijn. Als ik kijk naar leefomgeving, is dat nu een apart programma. Waarbij wel heel veel raakvlakken zijn met het sociaal domein. Mm-hmm. En op projectniveau zit die raakvlakken er best wel heel goed in. Maar om het op beleidsniveau ook weer te verbinden, dat betekent eigenlijk een nieuwe laag, of een nieuwe laag, een soort dwars, dwars doorheen beleid. Ik weet ook niet hoe je dat moet noemen. Onze gemeente werkt met programma's. Nou, de programma's bestaan naast elkaar, hebben ieder hun eigen opgave. De dwarsverbanden vind je heel makkelijk in de interventies, want op projectniveau lukt het wel. Maar om nu zullen we dus ook in het SPUK een soort beleidsdoelen op het dwarsverband moeten beschrijven en laten vaststellen. Oké, dankjewel. Ineke, kijk heel even naar jou. Is het inmiddels gelukt om het geluid aan de praat te krijgen? Nee. Jammer. Dan blijf ik nog even bij jou, Martina. Ik ging net over die opgave, hè? En dus, misschien is het een dilemma, of misschien ook wel niet. Hè? Waar begin je nou mee? Met het proces of met de inhoud? Nee, met proces, denk ik. Zoals ik het nu voor ogen heb. Want ik zit natuurlijk ook in een fase waar iedereen in zit. Waarin ik vooral opzuig wat er allemaal aan informatie is. Ja. Dus er is geen enkele wijsheid aan deze kant nog. Alleen maar gretigheid. Maar ik stel me voor om rondom mij, in mij, dat zou ook mooi zijn, een hoofdlijnennotitie bij het college neer te leggen. Waarin de eerste richtingen en daarmee ook een vorm van de opdracht meegegeven wordt aan hoe we hier verder mee gaan.
Oké, dankjewel. En dan denk ik dat het moet gaan bij ons om de, ja, de wijkkeuzes, de gebiedskeuzes en doelgroepen nog een keer bevestigen misschien hierin. En welke aspect van de leefomgeving? Hadewieg, er komt een vraag voor Martine. Heb jij hem scherp? Hoe de zorg verbonden is, wordt er gevraagd. De zorg is op dit moment ook verbonden via het programma Sociaal en Vitaal. En via ons preventieakkoord. Dus ik zie het ook niet als een nieuwe verbinding. Ik zie wel nieuwe opdrachten in het SPUC. Als het bijvoorbeeld gaat over valpreventie, dan moeten we wel heel goed kijken. Er moet best wel dingen aan toegevoegd worden. Het moet misschien opnieuw afgericht worden. Maar ik ga ervan uit dat we wel een redelijke basis hebben vanuit we voort kunnen werken. Oké, dankjewel. Als je nou kijkt naar die gezondheidsverschillen, daar hadden we het net even over. Ze zei je helaas, daar vertelde je wat over. Wat zijn jullie ideeën om die om die opgave op die gezondheidsverschillen nu nog beter te borgen? Nu het hebben over die SPUC-gala plannen. Als rode draad op een andere manier. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik denk dat dat ook vooral ook via het netwerk moet. Het moet niet onze doelen worden en onze resultaten, maar het moeten juist netwerkdoelen en netwerkresultaten worden. Wat ik zo net trouwens vergat te vermelden is van ja, hoe werken wij? Wij werken ook in de regio heel goed samen en dat is ook in zekere zin een grote geruststelling. Want als je het hebt over de binding en de verbinding met de zorg, dan werken wij juist met de grotere zorgpartners op regionaal niveau heel goed samen. En dat heeft ook zijn weerslag in Almelo. Dus eigenlijk is het een soort raster over de hele regio heen, waarbij er ook een soort kleine raster op Almelo straks van toepassing is en ook nu al van toepassing is. Mooi dat je dat zegt, want die samenwerking in de gemeente zelf is natuurlijk ook uitermate belangrijk. Ja. Ik zie een vraag voor jou voorbij komen van Bas van der Linden. Hoe ziet die pilot eruit om mensen in een kwetsbare positie te bereiken? Daar had je net even over. Ja, ik heb er twee op dit moment. Ze zijn heel klein. We werken samen met een apotheker die constateren dat zij achter de voordeur komen bij die klanten die de deur zelf niet uit kunnen om medicijnen te halen. We gaan met haar samenwerken dat de bezorger meer tijd krijgt en daarmee ook een signaleringsfunctie krijgt of er andere problemen spelen, of er überhaupt iets gedaan kan worden aan verbetering van de situatie van deze inwoners. En die gaat samenwerken met het sociale wijkteam. Een andere pilot waar we mee bezig zijn is dat een gezinscoach van ons die vanuit de jeugdzorg bij gezinnen komt. Ook met meer tijd en meer aandacht en een achterliggende opleiding als leefstijlcoach ook leefstijl mee gaat nemen als interventie, als aandachtsgebied in haar helpen van die gezinnen. Dat zijn op dit moment twee pilots. Oké, ik zie ook nog een handje van Neil. Neil, jij wilde iets vragen aan Martine? Ja, dat vind ik wel heel interessant wat je vertelt over zo'n pilot met zo'n apotheker erbij. Want gaat de gemeente dan ook die apotheker die uren vergoeden? Ja, de extra uren gaan we vergoeden, ja. Het is altijd wel even een discussie, hoe doen we dat? Want eigenlijk het meest simpele zou zijn een rekening betalen, maar dat mag niet zomaar. Dus dan moeten we de apotheker weer vragen om een subsidie aan te vragen. Terwijl ik denk, ach, ze doet al zoveel goeds. Maar goed, via een subsidie. Oké, dat vind ik wel interessant. Ik ben bij een aantal gemeenten met kansrijke start ook bezig, waarbij de verloskundigen ook zeggen van, nou, wij willen extra gaan investeren of we gaan centering pregnancy doen, of ze gaan in ieder geval extra doen. En dan zeggen zij ook van, nou, kunnen wij dan ook niet gebruik maken van gelden die er zijn bij de gemeente voor kansrijke start. En ik vind dat zelf best wel interessant hoe je dan, dat zijn toch ondernemers, hoe je dat dan regelt met dat publieke geld. Ja, op zich
Ja, ik heb hier, bij ons gaat het om heel weinig geld uiteindelijk. Hè? Ik denk dat de totale subsidie misschien 10.000, 15.000 euro zal zijn. Maar niettemin, ja, het zijn gewoon partners ook vanuit het zorgnetwerk. En nu is een apotheker denk ik ook nog, ja, nee, het zijn allemaal mensen uit de gezondheidszorg. Ik ben geen deskundige op wanneer wel of niet, maar de discussie met mijn collega's leidde ertoe dat we in ieder geval daarom, omdat het een vorm van een bedrijf is, beter niet gewoon een rekening kunnen betalen. Want dan zouden we eerst een inkoopopdracht en een vergelijking van allerlei mogelijke hulpdienstverleners moeten doen. Maar een subsidie schijnt wel de mogelijkheid te bieden. Ja, ik vind dat een interessante ontwikkeling, hoe we dat goed aan gaan pakken met elkaar. Ja. Oké, okay, dankjewel Neil voor jouw vraag. Ineke, ik ga nog één keer terug naar jou. Heb je inmiddels al contact met moeder Aarde? Of? Kunnen mij nog steeds niet horen. Ja, kunnen jou wel horen nou? Oh, nu wel. Je hebt hier ja. Vier telefoon hebben nu contact. Lang leven zoveel apparaten. Aha. Zou jij nog heel even iets kunnen vertellen over jezelf en de aanpak in Amersfoort, Ineke? Jullie daar geen last van hebben, dan moet ik het zien. Ja, ik ben ook strategisch adviseur bij de gemeente Amersfoort en heb vanuit het nieuwe coalitieakkoord van vorig jaar, nu is dan meer vorig jaar, de opdracht gekregen om een programma preventie te starten. Dat was eigenlijk voordat Isa en Gala nou, misschien wel in de maak waren, maar in ieder geval nog niet bekend gemaakt waren. En met het GALA, zeg maar, is dat programma alleen maar belangrijker geworden. En in dat programma willen we juist die samenhang proberen te trekken. Want in Amersfoort doen we al veel. We zijn al lang betrokken bij gezond in de stad. We hebben allerlei projecten op wijkniveau. We hebben een jaar lang al een traject in een van onze wijken waarbij we samen met de wijk, we noemen dat Kansrijk Linden, zo heet de wijk, een aanpak van onderhoud realiseren om te kijken welke factoren zijn in deze wijk belangrijk waar we op in moeten grijpen, zeg maar, om gezondheidsverschillen weg te werken. Ja, er zijn nog vooral veel op jeugd en gezin, maar dat is wel de bedoeling om dat ook te breden. En wat ik wil zeggen, ik vind er veel aandacht uit gaan naar het plan van aanpak in kader van de stuk, want wij willen hem eigenlijk veel breder aanvliegen. Want wij, ten eerste doen we al heel veel vanuit de eerdere uitregelingen die in het stuk zijn opgenomen. Dus het is voor ons niet heel veel nieuw geld. Bovendien daarnaast doen we ook veel meer vanuit andere programma's die we al deden. Dus ik wil mij niet beperken tot de omzet van de stuk, maar ik stel meer kijken naar het brede totaal. En ik heb vandaag wel een aantal dingen gehoord waarvan ik denk, en die zijn nu met name belangrijk. Want zijn al die dingen die we al doen, wel voldoende in samenhang? Betrekken we daarbij voldoende de inwoners zelf? Behalve in Linden, waar dat echt een proces is nu, maar doen we het in de volle breedte? Doen we wel dingen die daadwerkelijk impact hebben? Investeren we wel daadwerkelijk ongelijk? En dat is waar ik veel meer het proces mee in zou willen gaan. Met alle partners die hierbij betrokken zijn. En dat zijn er veel, hè? Er zijn veel partners bij betrokken, niet veel breed. Dus vanuit de bestaandigheid, hoe kunnen we die elementen versterken? En een veel beter samenhang, robuust stelsel, pensie of aan dingen die je moet doen om de gezondheidsverschillen weg te werken, daaraan te werken. Dat is mooi dat je dat zegt, Ineke, want ik hoor ook bij veel gemeentes van, joh, we hebben al beleid en hoe kunnen we dat inderdaad, dat is vaak breder dan, dan het hele spukverhaal, hoe kunnen we dat op een goede manier aan elkaar verbinden en daaronder brengen? Het is mooi. Die verbinding, hè? Met name ook die dingen die ik hoorde, wat doet er echt toe? En hoe investeren we wel echt ongelijk? En doen we dat samen met die inwoners? Hoe trekken we ervaringskennis daarbij? Ik was heel blij met de strategische tips, of nu blijft het precieze als die zijn, denk ik, veel belangrijker. Ook met samen met partners. En wij kunnen dat als gemeente niet alleen. Wij moeten dat samen doen met de partner. En ook hun verbinden aan die principes. Zijn jullie wel voldoende
ja, ik weet niet hoe jullie dat noemen, maar gericht op gezondheidsvaardigheden van mensen. Dat is volgens mij bij ons een hele grote uitdaging. Ja, mooi. Dankjewel. En als afrondende vraag, want ik kijk ook even naar de tijd en dan krijg ik een seintje van de voorzitter. Als je nou nog even wrap up, wat is nou het meest essentieel in je aanpak van gezondheidsverschillen in het Gala-Spuk verhaal? Je noemde al een aantal dingen. Martine, kan jij daar nog iets over zeggen? Wat wil je de mensen in de zaal nog meegeven? Vanuit jullie perspectief. En ik benadruk nog even, hè, er is geen goed of fout. Iedereen zit hier inderdaad met de eagerness van hoe kunnen we van elkaar leren en niet opnieuw het wiel uitvinden. Want waar het al goed gaat, gaat het al goed. Martina, wil jij er iets over zeggen? Ja, het meest essentieel, het is een beetje herhaling denk ik, is voor mij toch de juiste mensen bereiken. En daar dan inderdaad door al die domeinen heen het goede doen. Zodat we hun het hardst of het best kunnen bereiken. Oké, dankjewel. Heb jij nog een nabrander, Ineke? Of een cri de coeur die jou van het hart moet, die mensen mee wil? Volgens mij heb ik al gezegd, ons betreft waar de namenkracht aan kan de veelheid van dingen die we al doen. Wat me nog wel te binnen schoot, ik vond de voorbeelden van Martina heel mooi, hè, dat je bij mensen achter de voordeur ook echt kijkt, en wat kunnen we nu voor jou betekenen? Ja. Terwijl ik het wel ook de uitdaging vind om niet alle vragen, het begint al bij de vraag, en je wilt vragen gericht en niet het systeem centraal stellen, maar hoe kunnen we mensen helpen met collectieve oplossingen? Want als we alles individueel gaan oppakken, dan gaan we niet in ieder geval niet het doel bereiken om het stelsel ook duurzaam betaalbaar te houden. Hoe kun je nu, en dus voor ons is die wijk of die buurt, de vragen die daar spelen, hoe kun je die samen, en hoe kun je inderdaad de toegang daartoe, want dat vind ik wel, dat vond dat echt wel een eye-opener, hoe kun je de toegang daartoe verbeteren? Daar heb je elkaar wel heel hard voor nodig, vanuit zowel sociaal als medisch. Oké. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Anneke. Hartelijk. Ja. Zou ik daar misschien nog een laatste aanvulling op mogen doen? Want ik denk, hè, er stond als vijfde element die invloed van de systeemwereld. En dat is ook wat Ineke adresseert, deels ook. Hè. Hoe kunnen we collectieve oplossingen eigenlijk passender maken? Misschien zegt ze dat ook wel. Omdat het echt, je hebt ook iets te doen op systeemniveau. En daar waar het fout gaat, daar waar mensen vastlopen in het systeem, om dat echt goed te adresseren, zowel vanuit werk en inkomen, vanuit schuldhulpverleningsbeleid, vanuit ondersteuning, vanuit de sociale basis, vanuit de zorg, dat bespreekbaar wordt en dat daarna gekeken wordt van oké, dan moeten wij onze systemen en onze systeemwereld ook daarin anders inrichten. En collectieve, dat klinkt misschien raar, maar collectieve maatwerkoplossingen doen. Maar in ieder geval ons systeem daarop aanpassen. En ik denk ook dat dat een opgave is en blijft de komende tijd. Naast dat je zelf aan die vier keer toegang werkt. Ja. Ik heb nog wel even iets onthouden wat ik ook in de chat zag. En misschien kunnen de dames daar ook nog op reflecteren, omdat jullie alle twee ook wijkgericht aan de slag zijn. Er zijn natuurlijk ook veel gemeenten die niet echt waar de gezondheidsverschillen zich niet echt concentreren in gebieden waar het versnipperd zit. En als ik dan hoe daarmee om te gaan, want in Gala-Spuk wordt ook gezegd van formuleer een wijkaanpak. Ik denk dat het volgens mij voor een aantal gemeenten waar de problemen anders gecentreerd zitten, heel belangrijk is om ook juist vanuit die vier keer toegang in de manier van werken, vanuit die systeemwereld, maar ook vanuit de leefwereld, te kijken van hoe kun je zo toegankelijk mogelijk zijn. En dat dan de problemen versnipperd zitten, dat is dan iets wat je voor lief neemt. Maar door die basis beter toegankelijker te maken, los je daarmee een deel denk ik wel op. Of daag je daarvoor een deel aan bij. Het gaat over gebiedsgericht werken, maar het gaat ook over toegankelijk zijn. Dus willen jullie misschien daar nog wat aan toevoegen? Ja? Ja. Ik herken dat wel. En ik heb heel specifiek het voorbeeld van de jongeren. Wij hebben ook al een aantal jaren in aan het woord, even aan de aanpak.
onder de aandacht brengen. En dat gaat heel erg veel via scholen. Want bij jongeren werkt een wijkgerichte aanpak minder. Dus het is per probleem of groep die je zou willen benaderen, is ook maar net de vraag, wat is het beginplaats, zeg maar, of wat is de plaats waarvan, van waaruit je zou willen werken. En nou, bij jongeren specifiek zien wij het heel erg samenwerken met scholen, kort het onderwijs in dit geval met name. En niet alles kunnen, denk ik, wijkgericht oppakken. Een heleboel wel. Ik ben daar echt een groot voorstander van. Naar sommige dingen wil je gewoon wat, ja, op spelend niveau moeten aanpakken. En dan is het de vraag waar dan en hoe dan in dit geval. Dankjewel, Ineke. Annika, als ik heel even, ik zie een opmerking van Aldien. Wat betreft betaalbare toegang is er nog een addertje onder het gras. Aldien, zou je dat er nog even kort kunnen toelichten? Ik ben hem net aan het typen. Oh. Ik zal hem zo ook verzenden hoor, dan staat hij in de chat. Ja, ja, wat wij zien is wat er vaak gebeurt, is dat als iemand verwezen wordt, dat er geen probleem is met financiële toegang. Dus iemand kan gewoon ergens naartoe. Maar dan wordt gedurende het proces nog al eens ergens een eigen bijdrage, een extra, wat extra geld gevraagd. Bijvoorbeeld voor een boekje of om ergens een avond naartoe te gaan. En dan worden er vaak kleine bijdragen gevraagd, die in de ogen van de aanbieder echt heel laag zijn, maar die in de ogen van de deelnemer toch weer een drempel opwerpen. En die onzekerheid van is het wel echt gratis, hè, zoals dat dan heet, het hele traject, dat gevoel belemmert mensen om deel te nemen aan preventieactiviteiten. Dus zeker te weten, nergens in dit traject wordt er van mij geld gevraagd. En het tweede is dat als professionals bijvoorbeeld bij een leefstijlinterventie gaan verwijzen naar anderen, naar een diëtist bijvoorbeeld, dan komt er ook ineens weer een eigen bijdrage of een eigen risico. Dus het gaat niet alleen om de financiële toegang aan de poort, maar ook om de financiële toegankelijkheid in het hele proces, waar je eigenlijk op moet letten in je uitvoeringsplannen en in je afspraken met partners. Ja, goede toevoeging Aldien. Dankjewel. Ik denk dat wij toe kunnen, Hardeweg, naar een afronding van het gesprek. Ja, dat denk ik ook. In ieder geval wou ik Ineke en Martina even hartelijk bedanken voor hun inbreng en het delen van hun ervaringen en hoe ze bezig zijn. Dankjewel. Dan zijn wij ook bijna toe aan het einde van deze webinar. En we hebben ontzettend veel gedeeld met elkaar. Er is veel in de chat naar voren gekomen. Wij gaan in ieder geval de presentatie delen. Zoveel mogelijk ook de opname, die zijn terug te kijken. En ook de highlights uit de chat halen en aan jullie terugkoppelen. Ik wilde jullie eerst in ieder geval vragen. Ik weet niet of de QR-code eerst kan. Maar goed, ik ga dan even deze sheet eerst doen. Wat wij in ieder geval... We hebben toch een QR-code. Wat ik aan jullie wil vragen in de komende 2 minuten, is als het lukt om deze QR-code met je mobiele telefoon te scannen en even heel kort antwoord te geven op de vragen die er zijn. Je mag het ook na afloop van het webinar doen. Maar wat valt je op? Wat neem je mee? Dat zijn de essentie van die vragen. En dat helpt ook ons weer om het vervolgaanbod, de vervolgvragen beter te kunnen adresseren. Want deze dia kunnen we even laten staan. Ik vertel alvast, we hebben in ieder geval als VAROS een spukpagina ingericht met hoe je nou die gezondheidsverschillen op kunt nemen in je spukplannen. Op die spukpagina, dat bevat de eerste basisinformatie, die vullen we na verloop van tijd verder aan. Er staat een aantal voorbeelden op die we ook verder aan willen vullen. Dus dat is in ieder geval de basis van waaruit we vertrekken. En daarnaast organiseren we ook nog webinars. Op thema, zoals Irene net ook al zei, op 20 april is een webinar over het bereiken en betrekken van de mensen waar het om gaat. Ook in het kader van Gala Spuk. En we hebben op 11 mei ook 2 intervisiesessies specifiek voor projectleiders en trekkers van Spuk om met elkaar uit te wisselen, zowel op proces als op inhoud.
En wat we dus ook nog willen doen, is mogelijk op andere thematiek vervolgaanbod organiseren. Dus vandaar dat we heel belangrijk vinden dat we input van jullie krijgen, om dat goed op maat te kunnen doen. Ik weet niet of iedereen de QR-code inmiddels heeft kunnen scannen. Mocht je dat nu niet kunnen doen, we sturen dit ook na. En de link naar deze paar vragen sturen we je ook na. Dus dan kun je dat ook nog altijd doen. En inmiddels wordt in de chat ook gedeeld de webinars waar ik het over heb. De links naar de webinar van 20 april wordt nu gedeeld. Dus die kunnen jullie ook openen en kijken of je daaraan deel wilt nemen. Wat ik in ieder geval als laatste ook nog wilde zeggen is dat we ook... We hebben het gehad over de leidende principes, de visie, ook de achterliggende oorzaken. Wij hebben tekstsuggesties gedaan. Een document gemaakt met verschillende tekstsuggesties die je ook als gemeente op kunt nemen in je SPUC-plannen. Dus in je algemene visie, in het formuleren van die leidende principes, et cetera. Die tekstsuggesties zullen we na afloop met jullie delen. Het is een groot document, maar je hoeft natuurlijk niet alles op te nemen. Het zijn suggesties die je mee kunt nemen. Je kunt eruit pikken wat voor jou relevant is en wat passend is voor het Scala SPUC-plan die jullie aan het maken zijn. Dus die tekstsuggesties sturen we nog na, specifiek. Wanneer delen jullie de stukken? Bas, ik denk dat er enige urgentie in jouw vraag zit. Omdat we willen het in ieder geval uiterlijk binnen een week doen. Ik weet niet of dat voor jou nog voldoende is, tijd is dan om die stukken dan op te nemen. En anders neem even contact met ons op als je iets eerder nodig hebt. Dan kunnen we kijken of die stukken eerder naar jou toe kunnen komen als je ze nodig hebt. Zou jij... Er wordt ook nog een vraag gesteld trouwens over de tekstsuggesties die ook naar gemeenten zijn die hier nu niet bij zijn. Wij nemen ze absoluut mee naar onze gemeente die wij spreken. En we hebben het nog niet afgesproken binnen het team, maar ik kan me zo voorstellen dat die tekstsuggesties ook op een of andere manier breder gedeeld worden met de andere gemeenten. Via onze nieuwsflits of op een andere manier naar de gemeente toe komen. Ja, zeker weten. Zouden anderen die er nog even voor kunnen? Want dat vat nog even samen wat wij de komende tijd van plan zijn. En daarbij wilde ik ook noemen, de VNG is natuurlijk ook bij vandaag. Zij hebben ook heel veel informatie op hun pagina staan. Op onze SPUC-pagina doen we ook zoveel mogelijk doorverwijzingen naar algemene informatie die de VNG deelt. Die ook andere organisaties delen rondom Gala SPUC. Zo proberen we dat allemaal op elkaar aan te laten sluiten. Als laatste wilde ik nog toelichten dat wij werken al sinds de loop van dit programma, afgelopen 9 jaar, met een procesgerichte aanpak. Dat wil zeggen, hoe kun je in een wijk, in een gebied, met mensen waar het om gaat, met professionals waar het om gaat, stappen nemen en het proces inrichten, zodat je een aanpak van onderop is, die ook integraal is. En daarvoor hebben wij ook een kennisdossier gemaakt. We hebben hem laatst weer geüpdate. En dat heet kennisdossier procesgerichte aanpak. En dat is als laatste wat ik nog wilde toelichten. Dat gaan we ook met jullie delen. Ik zie dat er inmiddels verschillende mensen uit moeten. Ik wilde dit webinar afronden. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. Voor jullie inbreng in dit webinar. En in ieder geval een hele fijne werkdag. En heel veel succes met de komende tijd om het proces en de inhoud van Gala SPUC verder vorm te geven als gemeente of als partner, betrokken partner in de wijk. En hopelijk tot ziens!